Vandaag zijn er protestacties gehouden door de inwoners van de Krim. Ze protesteren tegen de mogelijke sluiting van het plaatselijke openluchtzwembad Onder Ons. Velen hebben gehoor gegeven aan de oproep van Annick Prinsen, Larissa Guichelaar en Esra Neep om met elkaar te demonstreren vanuit het kanaal. Dit werd gedaan in bootjes en op surfplanken en met vele spandoeken en protestborden. Hier spraken we over met een van de initiatiefnemers, Esra Neep. Esra, als jullie van het dorp hebben jullie een protestactie georganiseerd. Hoe hebben jullie dat gedaan? Wij zijn naar alle scholen gegaan, naar de twee scholen, naar de Bron en naar de Klimop. We hebben allemaal briefjes uitgedeeld dat ze dus vandaag om 5:30 moeten komen. En dat ze allemaal een bootje of een zwembad mee moeten nemen. En dat we dan op het kanaal gaan met borden en zo. Nou, als het zwembad dicht gaat, hebben we niks meer om in te zwemmen, alleen het kanaal. En dat is heel vies. En dat wil natuurlijk niemand. Waarom is het zo belangrijk dat het zwembad open blijft? Omdat je in de zomer kun je heel gauw even, zo het is 5 minuten fietsen, je kunt zo even naar het zwembad toe fietsen. En ook voor kinderen met een diploma en zo, het is gewoon heel handig dat het er zo dichtbij is. Anders moeten we naar Hardenberg toe. En dat is niet handig. Vele kinderen, maar ook oudere mensen, waren aanwezig om ook zo hun steentje bij te dragen. Ik ben zeker heel fanatiek. Elke morgen als ik kan, ik heb 1 oppasdag, maar anders ga ik elke morgen om 7:45 gaan we zwemmen. En het is heerlijk. Heerlijk zwemmen, heerlijk ontspannen. Als het seizoen afgelopen is, dan vinden we dat echt heel jammer. Ik heb mijn zwemdiploma hier gehaald toen ik in verwachting was van ons tweede kind. Dus het zegt al wat, want als een kind te water raakt en je kunt niet zwemmen, wat moet je dan? Sta je daar aan de kant? Heel veel ouderen zwemmen 's morgens. Ja hoor, en iedereen vindt het reuze fijn. Ook met koude weer zijn we geweest, ja. Ik zie dat mevrouw ernaast staat, die zwemt ook heel vaak. En hoe lang doe je dat al? Ik zwem al 49 jaar hier in het bad in de Krim. Dus je vindt het wel heel belangrijk dat het zwembad open blijft? Oh ja, ja, ja. Het is niet meer zo erg voor ons een belang, maar voor de jeugd van de Krim is het zeer belangrijk. En ook uit de regio, want heel veel uit de regio komen hier ook zwemlessen nemen. Ook zou er later op die avond nog een protestactie worden gehouden vanuit het plaatselijk belang. Daarvoor konden de mensen zich verzamelen bij het zwembad. In gesprek met Johan Reefman van het plaatselijk belang werd duidelijk waarom een zwembad in een dorp als de Krim zo belangrijk is. De gemeente heeft behoorlijke bezuinigingen aangekondigd, waaronder het zwembad. Het zwembad zou gesloten moeten worden. Althans, ze zeggen dat ze geen geld meer beschikbaar willen stellen. Nou, dan komt er een opsluiting neer eigenlijk. En dat vinden wij gewoon veel te ver gaan. We willen een goed en helder signaal afgeven aan de politiek. De politiek heeft nog de gelegenheid om te beslissen en om ideeën te wijzigen. En daarnaast hebben we een handtekening in actie gehouden. En op dit moment zijn er ruim 1100 handtekeningen binnen. En die actie die loopt nog, dus dat komt nog wat bij, denk ik. Tevens nam de voorzitter van het plaatselijk belang, Eddy Vetke, nog de gelegenheid om een woordje tegen de aanwezige mensen te richten. We zijn in ieder geval blij dat jullie met zoveel in gekomen zijn ter ondersteuning om het zwembad open te houden. Het zwembad waar velen vanuit de Krim en de dorpen om ons heen veel plezier aan beleven, zal worden wegbezuinigd. De politiek zal dit bestrijden. Zij zullen zeggen, dit zwembad gaat niet dicht. We gaan het privatiseren. Mijn inziens en plaatselijk belang natuurlijk net zo die zullen zeggen, ja, privatiseren komt neer op sluiting op termijn. Wij als plaatselijk belang gaan morgenavond voor u inspreken. Wij vragen aan u om mee te gaan, om steun te betuigen en te laten zien dat ons zwembad niet zomaar wegbezuinigd kan worden. Het zwembad is de trots van het dorp, die ook de omgeving bedient van het nodige zwemplezier. Een voorziening die ook de Krim uniek maakt. Niet alleen voor het zwemplezier, maar ook als een ontmoetingsplaats voor jong en oud. De door het college opgegeven reden dat het openhouden van de buitenbaden met gemeenschapsgeld niet meer kan in deze tijd, is een drogreden. Het grote potentieel van klanten vanuit de grote kernen Hardenberg en Deerensvaart is van harte welkom in de buitenbaden in de Krim, Gramsbergen en Balkbrug. De reistijd van Hardenberg naar de Krim is immers hetzelfde als andersom. Geacht college en gemeenteraad, graag willen wij van u horen dat het ook uw uitgangspunt is dat de buitenbaden open moeten blijven. Dus wij vragen een ieder om mee te gaan naar de inspraakavond van de gemeente Hardenberg
om daar te laten horen dat de Krim zich niet zomaar van de kaart laat vegen.